Oké, ten eerste welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Tinne Oltmans, ik ben actrice en zangeres. Deze video gaat anders zijn dan mijn andere video's. Er bestaat een grote kans dat ik deze video ook over een week of zo zal verwijderen. Omdat dit zo anders is. Zoals je ziet ben ik nog helemaal in mijn quarantainelook. Waarom zeg ik dat steeds? Omdat als je de andere video's niet hebt gezien, dan heb je zoiets van Tinne, waarom zie je er moe uit? Wel, ik draag geen make-up meer tijdens de lockdown. En ik ga ook niet speciaal voor een video make-up opdoen. Ik heb alleen die mooie trui aangedaan. Mijn jogging was zo'n beetje, doe dit wel moeite op, mans. Normaal gezien post ik maandvlogs elke eerste zaterdag van de maand. Wat ik vorige week heb gedaan. Ik had jullie ook gezegd dat ik deze week terug zou zijn met het vervolg van de maand. Wat is het dan? Nee, wacht, het is nu april, hè? Nee, maart. Maar deze week is mijn externe harde schijf gevallen op de grond met al mijn materiaal. Al mijn videomateriaal en... Ja, en die lamp die gaat ook weer uit, dat is typisch. Al mijn foto's, al mijn video's, al mijn documenten en ook mijn volledig gemonteerde vlog. Kwan en ik denken dat dat komt doordat de leesarm is afgebroken of geblokkeerd. We hebben echt van alles al geprobeerd. We hebben de schijf in Kwan zijn vaste pc gestoken. Werkt niet, dus het is niet USB-poort. Ik kan dat laten maken. Daarmee zijn die dingen opgelost. Daarmee heb ik nog steeds geen video. Ik kan hoogstwaarschijnlijk ook veel materiaal terugkrijgen als die kapotte arm niet data ook heeft verwoest. Dat kost mij tussen de 300 en 750 euro. Dat is veel geld. Ik vind het bijna het niet waard. In deze tijden waar ik gewoon op mijn lui gat thuis zit, is het ook niet leuk om honderden euro's uit te moeten geven. Het is mijn eigen stomme schuld. Ik heb hem gewoon laten vallen. Op zich, na 3-4 jaar, één keer laten vallen, is voor mij echt een wonder. Dus ik heb het goed gedaan. Het is alleen kak dat ik er zoveel geld aan moet uitgeven. En dat ik misschien zoveel uren, geld en dierbare momenten, herinneringen kwijt ben. Waarom is dit ook zo anders, deze video? Omdat ik het allemaal een beetje beu ben. Ik vind die corona zo kak. Daarom drink ik nu ook Desperados. Haha, goed mopje. Ik heb er gewoon niet meer de energie voor. Meestal ben ik vrij positief. Ik ben altijd wel eerlijk, maar ik probeer altijd vanuit een optimisme te gaan. En ik wou even laten zien dat dat bij mij nu ook wel ver zoek is. In eerdere Steracteur vlogs heb ik al gezegd dat er soms wel wat heftige dingen in mijn omgeving gebeuren. Met mijn vrienden, met mijn familie, met mijn collega's. Natuurlijk was dit de beste tijd natuurlijk om terug zo'n dingen mee te maken. En omdat ik een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel heb, betrek ik mij daar enorm in. Dus dat is emotioneel heel zwaar. Ik ben het kotsbeu om binnen te zitten. Ik woon op een appartement, zonder tuin, zonder terras. En ik lach er wel mee dat ik eergisteren de ramen heb opengezet en op een handdoek in mijn living ben gaan liggen om te bruinen en even een beetje vitamine D in te krijgen. Maar eigenlijk vind ik het niet meer leuk. Ik ga wel fietsen elke dag of ik ga wel wandelen. Maar dat uur voelt alsof ik een konijn ben dat in een of ander kooi zit en even naar buiten mag. Ik had heel veel goede voornemens in het begin van de lockdown die ik allemaal niet kan behalen. Ik verveel me nog steeds niet, maar ik doe gewoon niks. Ik maak zelfs planningen voor een dag waar ik mij niet aan hou, omdat het mij niet lukt. Het is hier een rommel. Terwijl je eerste weken wat je had kunnen zien in mijn fantastische maandvlog. Ik was goed begonnen. Ik heb hier dingen te uitkuisen, ik heb hier dingen te poetsen. Ik heb dingen hergeorganiseerd. En dat staat allemaal nog mooi netjes. Maar je wilt nu niet zien hoe het aan mijn voeten eruit ziet. Nog een ding. Ik ben niet alleen mijn externe harde schijf kwijt. Mijn fantastische, liefdevolle gsm, die al kapot was. Ik heb een stroomstoot gekregen via mijn jack-ingang, waardoor mijn geluidskaart kapot is. Dus ik kan niet bellen, niemand hoort mij. En ik kan ook geen video's opnemen. Dus als je ziet dat, al die stories van Tinne zonder geluid. Ja, dat is daarom. Daarbij heb ik hem nu ook nog eens laten vallen. Dat is bijna gênant, hè. Kijk nu. Hier, dat was al. Nu nieuw. Oh, huilen. Dit was ook al. Dit is nieuw. Oh my god. En dat gaat echt helemaal rond. Dus ze komen morgen mijn gsm ophalen om dat te laten repareren.
mijn geluid en misschien ook mijn scherm. Dat scherm boeit me eigenlijk niet als ik gewoon mezelf maar niet snij. Ik ging normaal een nieuwe Samsung ontvangen, de allernieuwste, maar door corona zit hij vast in Azië. Dus vanaf morgen ga ik met dit dingetje terug aan de slag. En dat voelt zo oud, man. Kijk nu, ook dat verschil. Ja, dus als mijn stories brak zijn, dan ga ik zo direct ook eens mooi allemaal overzetten. Dat ik ook niet op mijn gsm-bestanden kwijt ben. Ik probeer dingen te doen, zoals af en toe iets leuks kopen. Ik dacht, ja, misschien is het ook wel goed om eens dingen te doen die niet online zijn. Dus ik heb wat gezelschapsspellen. Ik heb een puzzel nu van Beauty and the Beast. Maakt me wel blij. Ik probeer me in te houden met shoppen. Is het trouwens wel nieuw? Wat vind je ervan? Ik was aan het denken om hem terug te sturen, maar... Zo van die oude wel. Zo balloon. Jullie gaan hem sowieso leuk vinden. Jullie vinden alles leuk. Als ik zo een poll zit online. Kopen of niet kopen, zijn jullie altijd kopen. Ik heb fantastische vrienden en vriendinnen en familie. Naar wie ik kan bellen. Naar wie ik kan sturen. Vandaag was Aaron jarig. En dan ben ik naar daar gegaan met een speelgoedpaardje. Een zwaard. En een verschrikkelijk lelijk ruffelhemd. Omdat hij zich afvroeg wanneer zijn prins op het witte paard kwam. Dus ik dacht dat hij... Oh. Daar is een etiket. Maar ik hem dus nog steeds wil terugbrengen. Ja, ik kwam mistussen voor de vlog. Ja, dus ik was zijn prins op het witte paard op mijn stalen ros, namelijk mijn fiets. En zo'n dingen, dat ik die energie nog heb om gek te doen, daar haal ik wel veel uit. Maar er moet maar iets klein fout lopen, zoals... De ijsjes zijn op en het beetje energie dat ik had is weg. Ik voel mij opgesloten en dat is... Als je kijkt naar dieren die opgesloten zijn, die gaan ook rare dingen doen. Dus wij ook. Ik zou jullie aanraden om toch te blijven praten bij hulptelefonen, jongerentelefonen. Kijken of uw psycholoog telefonisch bereikbaar is. Ik zou eerder zeggen videochat, omdat ik het wel fijn vind om iemand te kunnen zien. En sessies bij mijn psycholoog gewoon kunnen doorgaan. Dit wordt nu online gedaan. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik leer er heel veel over mezelf, maar ook over het algemeen. Als er dagen of weken zijn dat er niks is, dan leer ik daarbij over de hersenen, over mijn eigen hersenen. Ik heb hier ook een aantal... Au, wat heb pijn. Een aantal boeken over psychologie en dat is dan eerder over liefde, maar ook wel het psychologische deel daarvan. Dus ik vind dat super interessant. Dus ik weet ook dat deze periode voor mij psychologisch zwaar is en dat ook voor jullie is. Ik ga zo wat afronden, denk ik, want ik wil ook geen zaagvideo maken. En ik moet dit nog editen voor morgen. Ik ga jullie op de hoogte houden via Instagram hoe het zit met mijn maandvlog. Ik heb ook een aantal challenges bedacht die ik met vrienden en vriendinnen kan doen. Heel constructie met online en zo. Want uiteraard, we zitten nog allemaal in ons eigen kot. Ik ga ook nog een video maken over de spelletjes die ik hier heb ontvangen. Dat is zo'n escape room. Ik heb een puzzel dan, dat is natuurlijk niet zoveel om te laten zien. En dan een spel ga ik totaal niet in. Maar voor een challenge video op te nemen, voelde ik mij gewoon niet vrolijk genoeg. En ik kan dat niet, ja, ik kan dat niet faken. Als je mij een hart door de riem wilt steken, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren en ook op het belletje te klikken. Zodat als er wel een challenge aankomt of wel mijn quarantainevlog, dat je dat zeker niet mist. Ik heb waarschijnlijk ook nog wel een leuke comment, maar... Van deze maand. Maar ik, sorry mannen. Het zal voor de volgende zijn. Ik zal jullie zoveel liefde geven in de volgende. Dankjewel aan alle PC tech geeks die op mijn Instagram story hebben gereageerd met tips over mijn harde schijf. Dankjewel voor al jullie steun. Dankjewel voor alle lieve berichten. Tot volgende week. En zo niet, ja, dan zul je het zien op mijn Instagram. Die video, die heb je nog niet gezien. En die video, die ga je waarschijnlijk ook leuk vinden.